Binnenkort na de komst van Iris, kandidaten van BNB Vol Liefde, in Griekenland en haar ontvangst van de eerste potentiële liefde, René, werd het al snel duidelijk dat deze relatie niet zou bloeien. Het probleem lag echter niet bij Iris, maar bij René zelf. In een interview met Story laat René weten: Ik heb daar in Griekenland echt een rol gespeeld. Het was niet mijn ware zelf. René blikt met een gevoel van teleurstelling terug op zijn mediterrane avontuur. Iris kan me gestolen worden. Zeker na de laatste aflevering waarin ik verscheen. Je zag duidelijk dat Iris aan het lachen was toen ik wegging, bijna alsof ze blij was dat ik vertrok. Het voelde ongepast en ik kreeg het idee dat zij en Jan, de tweede man die bij Iris kwam, elkaar al goed kenden. Het leek wel alsof er al een vertrouwde band tussen hen was, iets wat bij mij absoluut niet het geval was. Ondanks zijn negatieve ervaringen met Iris, heeft René inmiddels de liefde gevonden bij Tini. Ik heb geen spijt van mijn deelname aan het programma. Als alles wat er met Iris is gebeurd nodig was om Tini te vinden, dan was het dat zeker waard. Tini en ik zijn ontzettend gelukkig samen.